Welkom bij GM7. Ik ben Moes. Ik heb mijn co-host Marvin meegebracht. En we hebben vandaag een uh, hele speciale gast. Yo. Die ik al uh, heel lang wil interviewen. Die kent van onder andere Bolingo, een show op, uh, op Brussel. Maakt ook al heel lang muziek in het... Uh, in, ja, overal heb ik in Brussel en in Leuven. Stel je eens voor. Uh, dus ja, ik ben Kevin Mambele, uh, 27 jaar oud, van Brussel. Uh, maar ja, dus ja, zoals je al zei, ik, uh, ik ben muziek allee, producer ik maak muziek, beats. Uh, ik ben ook DJ. Ik, ik heb uh, veel gespeeld in Brussel en omstreken. Uh, ik heb zelf een uh, radioshow, Bolingo, Brus. Waar ik dus mensen uitnodig om, om uh, muziek te delen met, uh, met de wereld. Mm -hmm. En dus voilà, zo'n kort en bondig. Dus, uh, <laughs> is aan De, nu, yes, yes. de <laughs> reden dat we u uitnodigen voornamelijk, was niet alleen omdat we u appreciëren, maar Bolingo. Vertel eens aan de mensen die nu weten wat is Bolingo is. Uh, dus uh, Bolingo, ja. Dus uh, Bolingo is eigenlijk. Uh, alle, ik, heb, uh, 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 ik, ik vind de woorden niet shit. Nee, maar dus Bolingo gewoon simpel betekent. Uh, het is van Lingala vertaald en betekent gewoon liefde. Mm -hmm. En dus de bedoeling was om met de show eigenlijk mijn liefde voor de muziek eigenlijk te delen met de mensen. Ik vond dat, uh, dat je op de radio te veel hetzelfde muziek hoort ofzo. En met het feit dat ik de opportuniteit heb gehad om bij Bruce iets te doen. Um, is het dan de bedoeling eigenlijk om verschillende artiesten uit te nodigen en ze willen zoveel mogelijk verschillende muziek te hebben en uh, te delen met de mensen eigenlijk, uh, dus via de radioshow. Dat is dus eigenlijk Bolingo op zich. Maar hopelijk, als we weer events mogen doen, dan komen er events, etcetera. Dus er is echt wel een, een bepaalde richting of mentaliteit of zo. Right. Bij Bolingo zelf, welke soorten muziek? brengt je daar eigenlijk? Is er een bepaald uh, genre dat voornamelijk naar voren wordt gebracht, of is het... Niet per se. Ik denk, allee, ik denk het toch niet alleszins. De bedoeling is toch om zoveel mogelijk verschillende muziek te hebben of nieuwe dingen uh, um, te, te, te brengen of mensen uit te nodigen. Dus uh, veel mensen dachten heel, veel, heel, allee, heel vaak dat dat zeer afrocentrisch was eigenlijk, maar dat is het totaal niet. Dat is veel meer dan dat, denk ik. Het is gewoon muziek van alle wereld. het is goed. Ik denk... Uh, dus voilà. En wat heb je zelf het liefst eigenlijk qua muziekgenre? en zo? Uh, Wat ik zelf het liefst heb alsof, qua muziekgenre, echt. Dat hangt af van mijn moed eigenlijk. Ik denk, uh, ik luister naar muziek in functie van hoe ik me voel ofzo. Uh, De laatste tijd luister ik bijvoorbeeld heel veel R&B of zo, of weet ik veel. Uh, okay. uh, uh, maar dus ja, dat hangt af. Dat hangt af eigenlijk. Ik weet niet. Dus, zolang dat dat. Uh, Allee, iets, iets doet of iets bij mij doet ofzo. Of Voelt ten opzichte van de muziek, is dat oké. Okay. maakt niet uit van waar dat, dat komt alles in. Komt je zelf uit een muzikaal gezien? Uh, niet speciaal eigenlijk. Van enfin, ja en nee eigenlijk wel. Want mijn pa uh, is nu zelf muzikant geweest. Hij is een grote muziek vanuit. Uh, Echte uh, Congolese Roma. mij. Mm -hmm. Tot de qua... <laughs> nice. Dus hij luistert dat constant altijd uh, altijd dezelfde nummers en shit, uh, zegt zo, eigenlijk. Um, ik heb een nicht die ook uh, bezig is met toneel en, en muziek. Okay. Uh, ze maakt dan muziek voor, uh, voor kinderen eigenlijk, kindermuziek. En ze, ze brengt binnenkort trouwens een project uit. Het heet uh, Mazima, is dus in samenwerking met uh, Essinam, Daar ook eigenlijk een, een zeer getalenteerde muzikante is en zangeres. Okay. En die, die maken dan zo, ja, kinderliedjes, uh, maar dan niet zo dom of zo. Het <laughs> is ook uh, er zit er wel iets in of zo, maar ja. het is vooral voor de kinderen gericht. Uh, en altijd met een super positief bericht of zo. Uh, dus voilà. En dan voor de rest heb ik een paar neven, dan misschien een beetje gitaar spelen hier en daar en zo. Of zo maar niet per se dat de muziek echt zo centraal staat in de familie. Nee. Dus ja. ja en wat heeft u eigenlijk geïnspireerd eigenlijk, om muziek te maken? Of? Uh, muziek te maken. Uh, ik denk gewoon, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het zo een beetje natuurlijk is gekomen of zo. Uh, ik luisterde al heel veel muziek. Er was wel heel veel muziek in het huis en zo. Hmm. Omdat ik zei dat ik niet echt 100% muzikale familie heb of zo. Maar er was al veel muziek en gewoon, ik denk, de interesse of de nieuwsgierigheid om te weten van, oké, okay, ja, ik heb de raps en weet ik veel. Maar hoe wordt de muziek echt effectief gemaakt of zo? En uh, ik was denk ik ook heel verlegen in het begin. Wou ik niet rappen? Ik durfde niet te rappen of zo. Dus wat ik meer de beats achter doen? de schermen ja, staan, exact, de, exact, de, exact, de brein exact, achter de muziek. Dr. Dre <laughs> ja, uithangen. Dr. <laughs> <laughs> maar, wat ik me altijd afvraag, als ik naar, naar, naar beats luister, dan vind ik dat zo crazy. Want dan weet je, dat heeft in iemand zijn hoofd gezeten. Snap je hmm. Kunt jij ons eens meepakken in het proces van het begin, van het zoeken tot de samples, tot uiteindelijk het, het resultaat, kant en klaar. Hoe, hoe begin je daar aan? Um, ik denk dat is, een, dat is een goede vraag, maar volgens mij hangt dat af van persoon tot persoon. Nee. Dat is heel verschillend. Ofzo. Sommige mensen be liever, beginnen liever met de drums bijvoorbeeld. Mm -hmm. Sommigen meer met de melodie en dan pas de rest uh, dat erbij komt. Ofzo. Uh, voor mij persoonlijk hangt dat af. Ik, ik, ik begin meestal met iets en als dat iets... Allee, voelt of creëert of zo in mij, dan, dan bouw ik verder daarop of zo. Dus ik heb niet echt een, een, een vaste workflow of zo. Dus het kan zijn dat ik uh, een, een leuke drumloop vind of uh, leuke samples of zo. Maar uh, ja, er is niet echt een methodiek of zo, zou ik zeggen. Maar ja, dus voilà. het, is, het is heel open. En wat doe jij zelf het liefst eigenlijk? Muziek maken, muziek draaien? Uh... Uh, ik, moest ik kiezen tussen de twee? Uh, dat is een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Ik weet het, het heeft eigenlijk. Allebei zijn charme. Of ja, zo. allebei heeft zijn charme. Van het is daar on the road, is door, is ja, bezant, ja. road uh, voor de mensen toch al eens ja, ja, ja. um, voor de mensen te spelen, de mensen te zien feesten en dansen is leuk. Maar muziek maken, waarmee is waarmee ik begonnen ben eigenlijk voor uh, eigenlijk muziek te draaien, dus ik zou toch kiezen voor muziek maken ofzo. Mm -hmm. Want voor mij is dat gewoon iets dat dat me helpt of zo om me goed te voelen of weet ik veel. Om een beetje een balans te vinden tussen licht en, en donker of zo. dat therapeutisch. Ik hoor soms mensen die tekenen. Dat die zeggen, mm -hmm. maar, uh, als ik teken, dan vergeet ik gewoon alles. Snap mm -hmm. dat? Dan ga ik, gewoon, leg ik mijn hart en mijn, mijn fucking ziel op dat papier en er bestaat niks anders meer. Is mm -hmm. dus dat hetzelfde ja. bij jou als, als je... Ja, ik denk het wel. Zijn. Ik denk het wel dat je zo in een soort... Uh, als je met muziek bezig bent of... Allee, het draaien of aan het maken. Dat je in een soort flow raakt of zo, een soort focus. Mm. En, en dat geeft dan het gevoel van: oké, okay, ik, ik, ik hou geen rekening met de rest en ik kan alles vergeten of zo. Dus dat sowieso wel. Het is eigenlijk een beetje like meditatie. Meditatie mm. in het algemeen. Dat je ja, dat je van alles kunt afzonderen en je gewoon kunt concentreren op één ding of zo. En dat werkt dan inderdaad wel uh, relaxerend of zo. Dat uh, geeft je wel een goed gevoel of zo. Ho ja. Hoe lang zet je nu al op bezig eigenlijk? Muziek aan het maken, ja. echt sinds mijn veertienden of okay. zo. Uh, maar draaien, echt draaien, pas uh, toen ik in Brussel ben komen wonen. Okay. Dus pakt, uh, ja, was dus vijf jaar of zo denk ik, okay. ja. maar daarvoor draaide ik wel al op jeugdhuizen en zo, feestjes. Maar het was niet, uh, ik weet niet, het was niet zo serieus bij wijze van spreken, als ik dat zo mag noemen, mm -hmm. als nu of zo. Uh -huh. ja. Dus ja, voilà. Uh. Hoe ben je bij Brussel terecht gekomen? Bij Brus, dus, uh, ja, dat is eigenlijk door uh, Frontal. Uh, ze hadden mij eigenlijk uitgenodigd. Nee, wacht, nee, eigenlijk niet. De eerste dus ik ben eigenlijk een paar keer uitgenodigd geweest op uh, Brus. En ik denk dat de eerste groep was het uh, Superfly uh, Collective. Ze hadden mij uitgenodigd dus, om eens te komen spelen. Mm -hmm. Dat was mijn eerste set ooit op Brus. En dat is denk ik ook ondertussen al vijf jaar geleden of zo, oh, vier oh, okay. jaar geleden. En dan uh, had, ik een paar, had Frontal mij ook een paar keer uitgenodigd. Dus, uh, uh, Frontal kennen de mensen denk ik wel. En voor de mensen die, die Frontaal niet kennen, wie, wie of wat is Frontaal? Uh, dat is uh, een beetje de collectief, uh, hip -hop collectief in Brussel, van ja, Stikstof, met de Jevega, onder andere, et cetera, et cetera. En die hadden mij dus ook een paar keer uitgenodigd. En vandaar heb ik dan de, 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 de opportuniteit gekregen ja, van Brussel uit om, om iets te komen doen. En eerlijk gezegd, in het begin twijfelde ik enorm, omdat ja, ik niet wist van. Maar ik toen uh, ik had, al, ik had al een vriendenkring met wie we veel muziek maakten en zo ook en, en omdat ik ook gewoon niet wist of, of, of de radio echt iets voor mij was ofzo. Mm -hmm. um, maar ik heb toch besloten om het te doen dan uiteindelijk. Um, ja, uh, omdat ik, ja, zoals ik zei, ik wil graag muziek delen met mensen ofzo ik denk dat dat wel belangrijk is om... Uh, om dat te doen ofzo. Omdat de mensen eigenlijk veel dezelfde muziek luisteren of horen op de radio. En dus ja, heb ik dan besloten om het zo te doen. En in het begin was het gewoon oké, okay, ik speel gewoon de nummers dat ik, dat ik graag heb. En dat ik, uh, en dat ik soms af en toe eens mensen uitnodig. En naarm, allez, naarmate met de tijd ben ik wel beginnen beseffen van ik kan moeilijk uh, altijd om de twee weken daar zelf mee bezig zijn. Ja, en ja, nog ja. eens muziek maken en nog andere zaken. Ja. Dus ben ik dan ook mensen begonnen uitnodigen. En dat voelde eigenlijk veel beter en ook goed ofzo. En dus voilà, zo is het allez, nog steeds, tot nu toe. Dus voilà, Zonder tussen al drie jaar of zo. Ja. Dus, uh, toch wel. Time flies. Ja, <laughs> sowieso, zegt het zo. Wou je iets zeggen? Ja, ik wil vragen eigenlijk. eigenlijk en, uh, <clears throat> meestal draait je denk ik, mainstream of, of underground muziek? Of, uh, of eigenlijk, uh, is het een beetje een mix van alles? Ja, het is, het is, volgens mij is het een beetje een mix van alles. Maar dat hangt af van de, van de soirée ook zelf of zo. Ik denk uh, alleen dat mijn kracht als DJ is dat ik uh, me kan aanpassen aan het publiek. Zonder uh, te mainstream te gaan zo. Niet dat mainstream muziek slecht is ofzo, maar mm -hmm. dat ik heel eclectische DJ sets kan, kan spelen. Dat mensen mijn house kunnen horen spelen als, uh, ik weet niet, bass muziek en harde stuff zoals uh, Afrikaanse chille muziek mm -hmm. of, of jazz of weet ik veel. Dus ik probeer me altijd aan te passen aan de, in de functie van het publiek, want ik denk wel dat als DJ dat je dat wel moet doen op een oh, of andere zo, manier. Mm -hmm. Dus je moet je eigen ding doen en eigen ding brengen, maar je moet ook de publiek pleasen ofzo. En, en vooral, ik heb een soort balans gevonden tussen het feit van ik, de muziek dat ik graag hoor en de, mensen, de muziek die mensen misschien liever graag horen en daar een nee. soort uh, balans in te vinden of zo in de muziek die ik speel. Heb, heb, is het, daar moeilijk, is, is het daar moeilijk soms om, moet ik het zeggen, te spelen wat de mensen graag horen zonder inderdaad die corny, er corny shit van te maken waar je zelf misschien niet tevreden van bent? Als je um, dat je ja, ik denk ja, nee, het is gewoon een beslissing je gemaakt, denk ik. Hè. Mm. Um, je kunt, kunt ervoor gaan en het publiek pleasen en het ga nice zijn en het is wel leuk um, en daar is, daar is niks mis mee ofzo. Mm -hmm. Maar misschien ja, voor mij was dat, voelde het anders aan. Ik denk dat de DJ nog steeds uh, muziek moet laten leren kennen aan mensen. En niet per se de shit moeten spelen dat, ze, dat de mensen al gewoon zijn om te horen en altijd horen op de radio ofzo. En ik vind het eigenlijk, eigenlijk net leuk dat ik, dat ik dan soms... Dan, uh, allee, je kunt daarmee spelen of dat je dan soms aan mensen iets geeft dat ze kennen en daarna speelt dat ze het totaal niet kennen en niet weten waar dat komt, maar dat ze dat toch gaan enjoyen, ja, ja. omdat dat een beetje min of meer past met wat ze ervoor hebben gehoord. Maar moest ik dat, dat nu meer spelen in een andere context, zou iedereen me een beetje raar bekijken ofzo. Ja. En daarmee, ik, vind dat, ik vind dat wel leuk om zo die balans te vinden tussen, van, okay, wat, wil de, wat willen de mensen horen ofzo, en wat hoor ik zelf graag of zo En um, ja, dat, dat komt gewoon. Dat, dat, dat komt een beetje op een natuurlijke manier ofzo. Dus, dat ik, had, een zien. ik had een coole quote van u tegen je mij vorige week hebt gezegd toen we, toen we in de auto zaten. Dat je zei: Er is zoveel muziek, maar er zijn zo weinig. Zoveel goede muziek, maar er zijn zo weinig mensen die ze kennen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat je met Bolingo gaat proberen. De, gaat je proberen, kan ik beter zo zeggen. om een beetje de underground stuff, dus die Braziliaanse muziek, ja. Congolese muziek, ja. om dat meer nou, naar de, 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 de mainstream ja. te brengen zonder het inderdaad. Een, een, een zwak, alleen snapte zonder dat het zijn kracht verliest, in zekere zin. Uh, ja, dat ben ik aan het proberen, denk ik, als ik dat zo mag zeggen. Um, ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is, ah. of zo. Dat, dat mensen andere dingen horen, of zo. Uh, in de zin dat dat is gewoon een andere cultuur Dat, is gewoon, dat draagt bij het feit van dat je jezelf mentaal moet openstellen voor andere zaken in de wereld, of zo. De goed. wereld is fucking groot. Ah, en, oh, nee. en we zien gewoon zo, snapte <laughs> als uh, Zo allee, paarden ooglappen, zo shit. Uh, maar. Maar dus ja, ik denk wel dat dat de, be de bedoeling is ofzo. Um, dus ja. ja, ik weet niet. Ik zou zeggen, tune in allemaal. Ja, ja. <laughs> ja, zeker, zeker luisteren, uh, zeker luisteren. Want er is nog iets cool voor de peoples. Wanneer jullie dit gaan zien, gaat het al uitgebracht zijn. Maar je hebt de eerste clip geshoot. Yes. Ja, ja, Talk to us, bro. Hoe is Dynes de Falling Biker? Guy. Yes sir. <laughs> ja, dat was wel, uh, dat was wel lachen. Um, dus ja concreet uh, ik heb zo'n videoclip gemaakt voor een nummer dat ik ga releasen op, uh, op de label Vice City dus okay. een label van uh, Antwerpen en die zijn no allee, nogal gekend voor de feestjes dat ze vroeger gaven en zo uh. in Antwerpen of in ja in, in Antwerpen enkele, niet hier in Brussel nee nee, en dat nee heeft nee, niks nee. te maken met Vice well, af en toe nee. wel dus, nee, nee dat heeft okay. niks te maken met Vice dat is, dat is los daarvan nee en uh, trouwens big up uh, Arno Lemmes. het uh. is dus eigenlijk dankzij hem dat ik like, uh, dus de release heb kunnen doen en dus uh, ja ik had uh, het zijn dus eigenlijk twee nummers en dan één intro en we hadden dan de, ik had de gedachte van, oké, okay, we, we gaan toch één videoclip proberen te maken. En dus het, is, uh, ja, het was een, een grappige ervaring. Ik heb dus samengewerkt met Vinko. Uh, Vinko, okay. uh, uh, zeker checken, uh, Traffic's Gateway. super, super, super talentvolle cat. Hij uh, maakt uh, dus uh, allerlei video's en zo. Hij heeft echt zo'n een beetje een, een hele creatieve... Crazy twist aan zijn video's of zo, we speelt okay. veel met effecten en shit en zo, heel veel met subliminale toestanden en zo. En dus daarmee, dacht ik dacht dat hij de juiste persoon was voor de videoclip okay. ook. En dus ja, we hebben dan twee dagen geschoot en dan voor de rest is het helemaal gemonteerd en dus voilà, de 15e, 15e maart. De, oh. Ja, 15 maart. Hey, je, we, wel, we, 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 we hebben de scoop, maar tegen dat ge dit geëdit is. Ja, sowieso. Maar ik vond dat ik, ik, allez, ik spreek, voor, ik denk ik voor mezelf, ik spreek voor mezelf voornamelijk want ik vond het een heel Grappige zo, de trailer, als ik het zeg. Dat is zoiets iets, iets komisch. Het gaf, het gaf goesting ja. om, om, om naar meer eigenlijk, vind ik. Ja, ja, uh, en gaat je dan nu proberen om dat toch vaker te doen? Ja, ik denk om het wel. Meer, uh... meer in die clip game te gaan. Ja, sowieso. Ah. Want ik heb, ik heb heel lang gestruggeld met een, een visuele identiteit, denk mm. ik, voor mijn muziek. En ik heb het altijd heel moeilijk gevonden: van... Oké, okay, hoe ga ik me nu, nu uit ten opzichte van het publiek? Dus, dat is, allee, je stelt u een beetje bloot of zo, weet je. Mm -hmm. Dus dat is een beetje stressen of zo. Maar... Ik ga dat blijven doen en ik wil blijven spelen met het feit van dat, dat ik mezelf niet te serieus pak of zo, en dat je gewoon met alles kunt lachen, maar dat de, de content wel kwaliteitsvol is. Of zo. Want ik vind veel. Ik wil net spelen op die shit van het feit dat heel veel ligt op het imago nu en hoe alles eruit ziet en zo. En, en dat werkt dan soms, dus ondanks het feit dat de muziek dan vooral slecht is ofzo. En ik wil eigenlijk net het omgekeerde doen of zo. Ik dus dan focussen op de, op de muziek en de, en de content. En dan meer lachen eigenlijk met die shit. Want het is eigenlijk een, een grap. En het zou leuk moeten zijn. En blijven of zo. Het, 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 hele, allez, het hele muziek gebeuren of zo, videoclip gebeuren. Ja. Ja, het moet leuk blijven. Ik denk ook zeker ja. nu. In deze moeilijke tijden is ja. het fijn om ja. te lachen. Kom. Ja, sowieso, sowieso. Echt wel. Echt wel. Um... De invloeden van de muziek zijn zo divers en zo speciaal, dat ik eigenlijk niet weet hoe dat ik je muziek zou noemen. Hoe zou jij het genre dat je maakt eigenlijk noemen? noemen. Ik zeg altijd uh, sowieso hiphop. Hip Op dat is sowieso hiphop, maar dan in de brede zin. Want het is eigenlijk door hiphop dat ik, dat ik gewoon allee, interesse heb gehad in andere muziekstijlen en ja. andere genres ofzo. Dat heeft echt mijn ogen geopend. In je zin dat ja, allee, hip hiphop is een bastardo, denk ik. En, ja, het allee, zonder is andere nooit bestaan of zwaar zo Dat is een ja. mix van alles, hè? Ja, ja sowieso, mm. Mm. sowieso. En ook gewoon allee, los van de muziek, ook gewoon de gedachten en de manier van doen of zo. Ik vind hiphop eigenlijk voor mij los. Hiphop is niet de kledij, de, de vijf elements. Allee, dat is het ook. Maar voor mij is het meer in de essentie echt de, de, het innovatieve of zo, snap? omgaan, dingen doen met zaken dat je hebt en daar iets van ja, proberen ja, ja. te maken of zo. Dat is voor mij echt hiphop. En dus in mijn muziek is dat ook wat ik doe. Snap je? Dat ik me gewoon inspireer van alles en nog wat. En ik zeg dat samen om iets nieuws te creëren. Dat, mij, dat een beetje eigen is aan mij of zo. Snap mm -hmm. Dat is voor mij echt uh, hip hop of zo. Dus daarom dat ik zeg altijd hip hop, maar dan in de zeer brede zin. Want ja, voor veel mensen is dat ook uh, hip hop iets trap of is dit of dat. Nee, dat is echt denk ik een ja, mindset of zo eerder. Een yeah. lifestyle. Ja, sowieso, sowieso. De gatlijve de dat je met weinig eigenlijk veel kunt doen, snapte. En dat is, uh, en met hip-hop is dat ook. En de essentie en dan ook natuurlijk zo al de positieve berichten over, over peace, love, unity, harmonie en zo. En dat, 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 ook echt, dat is ook prominent aanwezig denk ik, in mijn muziek. Dat is ook ja, een bericht dat absoluut. ik wil meegeven, ook al is dat heel corny. Ik weet het, van hey, peace and love, hè, alles. Ja, nee, is dat, mooi en zo. dat is eigenlijk het soort dat we nodig dat hebben zo, we nu, zeg ja, ja, nou, Sowieso, sowieso. En op zich is dat ook gewoon de essentie uiteindelijk. Dat is iets dat je terugvindt in alle religies, in alle manieren van denken of alle verschillende zaken of zo. Dus ja, ik weet niet. En dan ja, uiteindelijk, ja. omdat we het over hip-hop hebben, naar wie kijk jij dan op ofzo, als producer? Als producer, uh, tegenwoordig uh, luister ik heel veel naar uh, ja, mind design. Ik weet niet of jullie dat kennen nee, of niet. Dat uh, wie is Dat, mind echt, dat is een uh, kit uit uh, van, van LA eigenlijk, staat onder Stone Strow. Ook heel wavy hip-hop, uh, bij veel invloeden van de jaren 80, Allee, toch in het begin nu. En, hij heeft binnenkort eigenlijk een nieuwe album uit ook. Okay. En, um, en van, van, waar, van waar is hij? Hij is van de LA. LA, nee, LA. Oké. Okay. Dus Mind is het Design. Bekend of is dat? Ja, het is toch ja. wel. Het is, het, is, alle, het is, bekend. Het is eigenlijk wel redelijk bekend okay. of zo, maar niet mainstream of zo. Maar het is wel bekend, gelijk Stone Throw. Ik weet niet of jullie Stone Throw kennen. Ik dat ben is, een muzikale anal Nee, nee, maar dat is, dat is een superbekende label in uh, LA. Uh, dat, dat, ik weet niet, Madlib heeft gereleased ja, en al die allerlei ja, toestanden ik weet niet hoeveel artiesten eigenlijk en Jay Dilla en zo bijvoorbeeld ook en die maar die release nu nog steeds muziek. Okay. Dat is een van die artiesten eronder. Um, en die zijn muziek vind ik gewoon echt heel. Dat spreekt me echt enorm aan of zo. Like Kiefer vind ik bijvoorbeeld ook heel cool. Maar dat is dan een pianist eigenlijk dat dat beats iets beginnen maken ofzo. het is dan heel jazzy, maar toch is dat hip hop en ruw ofzo en dat inspireert me ook heel. heel nu heb je zelf en zo ja, gedaan? Maar, ja, ik heb noteren gedaan. Uh, ik heb op de muziekacademie gezeten in Anderlecht, uh, okay. Ja, ik heb, uh, allee, mijn ouders hebben me daarin gestoken. Ik heb nice. uh, dus mijn notenleer afgedaan en zo. Ik heb dan een paar jaar, paar jaar piano gedaan, drie, vier jaar. En dan twee jaar gitaar, maar dan ben ik gestopt. Maar tja, dat was gewoon kut, weet je. Je zit op een muziekschool, foe. Uh, dat is echt show. Ik heb me inbeelden. Je zit op een muziekschool en ze stellen je nooit de vraag welke muziek je graag luistert. Ja, dat, dat is wel... gewoon van... Het is klassieke muziek. Dan uh, moet je luisteren. Dat is de shit en zo. Alles dat jullie luisteren, dat is bekakte muziek en zo. En dat is, is dat dus, echt? Kijken zo, ze zo, dat... Toch, zo voelde je het aardig aardig toch voor voor mij ja. sinds als kind of zo. Snapte, en ik, muziek heeft me altijd geïnteresseerd of zo, maar eigenlijk net in die, die school zitten, had ik wel een beetje een dégoût. Piano, dat is niks voor mij. Uh, gitaar dat is niks voor mij. Ik vind dat gewoon kut. Dat is kutmuziek. muziek. En plus, uh, stukje uh, over Bach en al die dingen te leren ja, en zo. zo uh. stapte, dat heeft zo geen S. Ade. Het is ondanks het feit dat dat wel heel belangrijk is om te weten mm -hmm. of zo snapte. Want dat is toch wel. Nee, en, van, ik wil niet spuwen op de klassieke muziek. Nee, zo, dat zei, dat zei, heel nee, heel nee Maar als je dat zo. zo kijkt naar die symfonieën, dan denk je toch wel van, Damn, dat heeft ook in iemand zijn hoofd gezeten. Zo. Snapte? Ja, sowieso, maar ik denk dat ze, dat ze meer moeten ja, inclusief werken en de kinderen ja, meer hun uh, dingen uh, moeten laten uh, doen. Uh, uh. Sowieso, sowieso. Dat is echt zo meer pedagogisch bijna dan. Uh, uh, maar bon, dat is, alles is verbonden, dat is ook gewoon in de mentaliteit. Ook gewoon het feit dat, dat jazz, allez, jazz en klassieke muziek. dat wordt nog steeds als twee aparte vakken gezien. desondanks het feit dat dat eigenlijk allez, verbonden is op een of andere zijn, manier. Ja, bedoel. En in welke zin is dat dan verbonden? Voor uh, Allee, of in het, het feit van ja, dat is, uh, allee, van, ik bedoel, de, de, de leer, de, ja, hoe dat ze de instrumenten bespelen. De, ik denk dat je hebt klassieke muziek en de jazz is eigenlijk de innovatie geweest op klassieke muziek of zo, snapte? Maar deze van tot vandaag de dag leert je op school, kun je kiezen tussen ofwel de klassieke opleiding, dus klassieke mm -hmm. muziek of jazz, snapte? naast elkaar. Het is ja. ondanks dat ik heb dezelfde en misschien dezelfde manier van dingen ofzo, maar ik denk logisch. dat dat ook ligt aan het feit dat met, met klassieke muziek heb je bepaalde codes. Ja. Of regels daar eigenlijk nog vastzitten. en met jazz is dat nog vrij eigenlijk. Jazz is echt meer op improvisatie, ja, okay. op gevoel. Ja, ja op gevoel. So, zo, brother. Dat ondanks het dat, dat je, wel, je hebt wel veel techniek nodig zo, om ja, daar te geraken ja, ja. Zo. Want dus, als ja, je dat is zo, anders, ja. sorry ik zie nee, nee, zeggen. Als je zo kijkt naar, naar Miles Davis en zo, dat is ook, je voelt ook gevoeld gewoon als die mannen spe, spelen. Dat is, dat, ja, dat is anders, nee, dat is en anders. Ik heb als ik zo naar klassieke muziek luister heb ik zo het, denk, de indruk dat het allemaal zo nogal mathematisch en wetenschappelijk is allemaal. Maar okay, ook, en dat, ding, en, en, en dat vind ik ook mooi, maar met jazz is dat ergens ook zo, snap je? Eh? Er is wel een ja. deel van van, alle improvisatie of weet ik veel, maar je kunt, allee... moet Je in die mate blijven. Hè? Ja, in de maten of weet ik veel, maar ze zeiden dat je echt van naar free jazz luistert. Dus ja, ja. dat is dan echt wel... Wat is dat? Free jazz dat is echt gewoon super... Uh... Freestyle? Ja, dat is meer freestyle. Dat is geen sketchy. ritme, gewoon op koeien. Drums met elkaar en zo. <laughs> weet ik veel. <laughs> ja, dat is, dat is echt crazy. Um, maar ja, maar neem om, om terug te komen dus op uw vraag van daarnet. Ja, ik heb dus daar gedaan. Um, en... Um, ja, daarna allee, dus dan ben ik gestopt eigenlijk. En dan heb ik muziek. Dan ben ik beginnen produceren en leren produceren mm -hmm. ofzo. En dan ben ik weer begonnen met instrumenten leren. En zo. Okay. Dan wel. En dan weer piano een beetje beginnen. En dan besefte ik eigenlijk van oké, okay, ja, dat is wel belangrijk om dat allemaal te kennen. En je moet wel door dat door team dat gaan om een muzikant te kunnen zijn, of weet ik veel. Mm -hmm. Dus soms heb ik wel spijt dat ik gestopt ben, maar langs de andere kant ook totaal Dan denk ik van, nou, dat is, dat is fuck dat. Maar heb je ja, niet dan. Zo'n beetje uit je eigen, verder geleerd in zekere zin? Ja, sowieso, sowieso, YouTube, fucking YouTube, uh, YouTube-video's, uh, internet uh, en dan ook gewoon gaan opzoeken wat ik echt graag luisterde en dan gaan zien van hoe, hoe wordt dat gespeeld uh, door ja, imitatie, uh, nummers te, te, te transcripteren, proberen naspelen of weet ik veel uh, en dan zo je, pro je eigen ding proberen doen. Of, Sapt, uh, en, gewoon, is, volgens mij dat is dat volgens mij ook iets dat je moet blijven onderhouden of zo. Het is niet dat ik nu uh, gelijk een zot piano kan spelen of dat ik nog alles weet of zo. Nee, het is gelijk sporten nee, dan, ja, dan ja, je staat... moet daar je cardio onderhoudt, dan wordt je moe. Maar... Ja, 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 sowieso, sowieso, en je verliest het anders ook. Ja, en, ja, uh... Absoluut. Ja, vind, dus, uh, voilà. vind je dat eigenlijk om jezelf muzikant te noemen, dat je eigenlijk daar toch door zou moeten door de muziek? dat, ik kan het beter zo vragen. Zou je aan jonge producers die 16, 17 zijn, die Beginnen aan hun muzikale avontuur, adviseren om toch door die saaie periode te gaan van muziekschool, om toch beter te worden op termijn? Pff, dat is een, een goede vraag. En ik weet dat eigenlijk niet. Dat is, dat is echt een, een moeilijke vraag om te antwoorden. Want ergens het is wel handig om, om die basis te hebben en mm -hmm. zo. Omdat je weet van oké, okay, wat, wat is een maat, wat is een halve noot, wat is de, een kwart noot, weet ik veel. Zo, er zijn bepaalde basisprincipes dat, dat geldig zijn. Mm -hmm. Want het gaat over muziek. Het is gelijk wiskunde. en Dat je bepaalde formules hebt, nee. snapte, en dat je ze dan kent, maar dan kun je verschillende rekedingen doen en met één formule of zo snapte. Mm -hmm. Maar ik zou zeggen, je, van, als ze gemotiveerd genoeg zijn, denk ik dat ze dat zelf doen ofzo, mm -hmm. maar ja, ze moeten gewoon geduldig zijn zo denk ik ook. Dat is het ding misschien dat ik kan geven. En, allee, aanraden aan jonge producers ofzo, is uh, gewoon blijven werken aan je kunst en geduldig zijn ook, ofzo. en uh, Dat je niet direct uh, zotte dingen gaat kunnen doen. Ondanks het feit dat alles, wordt, allee, alles is allee, door de technologische evolutie en shit, is het gemakkelijker om beats te maken en iets te hebben ofzo. Maar de, het is belangrijk nog steeds om de, de, de bron ofzo, te kennen, over de essentie. En Daarom mag je niet op school gaan. Je kunt dat veel zelf doen. Als je de discipline hebt daarvoor en zo, maar als je echt denkt van oké, okay, ik kan misschien, ik wil maar gaan bijscholen, doe dat zeker, zou ik zeggen. Dus ja, dat hangt af van persoon tot persoon, om het zo te zeggen ook. Ja. Zou jij een instrument willen leren? Om is dat. zijn, uh, ik vind saxofoon echt wel, oh, uh, nice. dat dat goed klinkt. Ja, maar cool, maar eh. Piano, dofis, dat is de basis denk ik. Uh -huh. Want eens dat je piano kunt spelen eigenlijk, dan kun jij echt ja, meerdere instrumenten bespelen. ja, uh -huh. dat dus uh -huh. denk ik dan, maar ja Dat zijn de twee enige dingen die mij echt aanspreken. Viool ja, of zo. Ik vind en en viool viool, ja. viool, denk ja. ook dat dat goed klinkt. Eerlijk gezegd. Saxofoon ja. vind ik het mooiste instrument van allemaal. Ja. Ja. Ik weet niet, dat kan u laten lachen, ja. dat kan u laten huilen. Dat is, o, is, ik vind dat zo een. super superveel ziel. Ja, ja, ja. Dat karakter is, en, is, oh, en zo. Ja. Ah, ja. moet ik blijf, blijf het zeggen: hè. de beats die ik het liefste hoor blijven oldschool 90s beats met een saxofoon. Ja. Daar ja. kan, ja. ja. kan, ja. kan ik van blijven hier niet. <laughs> dat word ik niet meer echt waar. Ah, Oké. Okay. Ja, so nice. Om eerlijk te zijn ook elektrische gitaar, bro. Ik zweer elektrische het, gitaar, soms, ja? Ja, dat ga ik. soms zo. als je Santana en zo. Ja, Jimmy Hendrix ook, hè? Ja, ah, Jimmy Hendrix. Is ook. Crazy, ja, ja, voilà, dat is crazy, hè? Dat is gitaar. De basis daarvan Dat is echt. Ga <laughs> uh, je binnenkort YouTube tutorials, dat je de people uh, muziek leert? Ja, ja. Je weet. Ja. Nee, maar, je, je gaf toch al zo workshops of zo, nee? zo Ja, sowieso. Rond ik, ja. ja, rond die dj, DJ uh, of producing heb ik al een paar keer gedaan met jongeren. Um, Super leuk trouwens. Ja? Um, maar ja, het is wel niet evident als je allee, allee, allee. kinderen hebt van 12, 11 jaar om ze echt zo gefocust te houden mm -hmm. op één ding. Kijk, lang is heel moeilijk. Dus meestal is het gewoon laten proberen en zien. Meestal is er altijd één of twee dat wel echt heel geïnteresseerd zijn en dan af dan zijn. Maar ja, ik heb dat dus wel een paar keer gedaan. Ik vind dat wel leuk. Uh, ik denk dat dat ook wel belangrijk is ofzo, om die kennis net mee te geven. Maar, Jong, hoe jonger ze beginnen, hoe beter. Beter, ja. Dus dat, en er zijn sommige mensen zelf dat zeggen dat. Um, dat in de toekomst iedereen gaat muziek maken. Dat dat behoort eigenlijk bij, bij, de, bij de mensheid of zo op ja, zich. Zo. Want vroeger, in, andere, in verschillende culturen of overal in de wereld, maakte iedereen muziek, maakte niet uit. Dat, dat was deel van het culturele gebeuren van de, van de gemeenschap. Ja, ja, en nu ja, ze, ja, dat is dat hier een beetje verloren of zo. En dat is met de tijd, of weet ik veel, wat dat dat allemaal komt. Ik ken de details niet, maar ik denk dat naarmate dat we het evolueren, eigenlijk meer en meer mensen gaan muziek maken. En misschien komen we weer tot dat de oercultuur of oermanier uh, van dingen, waar dat iedereen weer muziek maakt op een of andere manier, snap je? Zou jij een wereld kunnen inbeelden zonder muziek? Ja, helemaal nee, helemaal niet. Dat is zo. Uh... <laughs> ja, ja. Ik denk ook dat dat sowieso, zoals je zegt, dat zit, dat zit in ons oerinstinct om zo muziek te maken en melodieën ja, en zo. En, uh, op zich ja, ik denk sowieso al de eerste vorm van communicatie, vroeger was het met de tamtam -tam bijvoorbeeld, ja. snap je? Ja, dus, uh, yeah. dus, uh. um, Mijn muziek... Dat kun je veel doen, maar een van de coolste dingen waar, waar je mij over hebt verteld, is het project dat je had gedaan met VZ2, uh -huh. Waar je oude mensen van verschillende culturen hebt samengebracht ja, met brachten muziek. Zo, ja, ja. Kun je daar wat kun je ja, sowieso, meer over vertellen? Dat was dus eigenlijk... Allee, was in samenwerking met de, de Mangoboom in Bloei, uh -huh. uh, ik, ik heb het net gehad over mijn nicht, dat, dat eigenlijk zingt en zo. Ze uh -huh. zit daar ook bij. Okay. Meter, en dus dat was dan een samenwerking waar dat we... Het idee was, allee, de Mangoboom in Bloei is eigenlijk bezig met, met seniors van de sub saharische uh, Afrika en zo te helpen, samen te brengen, activiteiten te organiseren voor hun. Maar dat is om, er ook, uh, allez, er zijn ook schoolactiviteiten voor de jongeren in uh, allez, van de buurten uit andere et etcetera. Okay. En het idee was eigenlijk dus om um, om terug te komen op het event was om de, de, de seniors van het zuiden samen te brengen met de seniors van het noorden. En dus in samenwerking met een, uh, een rusthuis, wat we gedaan hebben, is een soort bal organiseren. Voor, uh, dus de balbompa, uh, voor de oude mensen. En dus uh, ik ging dan, uh, op, allee, ter voorbereiding ging ik dan bij de mensen, toe, allee, bij de mensen om hen te vragen, van, ja, wat is de muziek dat je graag luistert? Of de muziek van in je jeugd, dat je echt leuk vond? Dan bij de allee, Noordse senioren dus, allee, de Belgische senioren. En dan bij de Afrikaanse senioren, dan gaan we vragen, van, wat luisteren jullie graag? En dan zo een dj-set in elkaar gestoken voor die mensen. Dat ze dan samen komen met feesten en dansen, dat is wel heel leuk. En dus ja, voilà, dat, en, zo zat hij ook. Hoe is dat gegaan? Proberen we dat dan zo in te beelden. Ja, dat is echt... Dus Allemaal hier aan het zingen op uh, Yo Valley en Wildtieren uh, en hier op... Ja, het is, het is inderdaad, het is, het is, Papa heel, het is inderdaad heel grappig, want de muziek is kijk contrasterend. Hè, is heel, ja, wel. Maar het is wel leuk, want uh, alle, ze, ze, ze genieten echt. En ja, Niemand, is, met die mensen, niemand is, alle, is echt met die mensen bezig, snap je? Dat is echt heel speciaal voor hun. En ook uh, wat ik leuk vond, persoonlijk ook zelf, is dat ze echt absoluut waren dat ze nu, allee, dat, dat nu Belgen waren of weet ik veel, of de Afrikaanse uh, seniors, hadden alle nummers tot het einde luisteren, echt. Mm. Dus dat zorgde ervoor dat ik niet per se moest mixen tussen de nummers ofzo. Dus oh. ik kon letter letterlijk gewoon een nummer afspelen. En als ik die dan probeerde te veranderen, zeiden ze mij van ah stop, nee, laat nee. Uitspelen, en zo. Dus het uitspelen enzo. Maar vroeger was dat zo? Ja, voila, eh, snapte. Eh, eh. Ze genieten meer van de muziek van A tot Z en dan pas een ander nummer opzetten. Dus voor dat contrast in muziek was dat eigenlijk niet zo storend ofzo. Eh, eh, eh. Ja, het is dat. Maar het was wel leuk om te zien, ja. Uh, ja en enfin, hopelijk, misschien na, na heel dat corona gebeuren kunnen we weer verder gaan en, en nog andere events organiseren in die, in die stijl Voor de bompas. Ja, ja. um, er is nog iets waar ik ook graag mee over was spreken, was eigenlijk. Je bent heel betrokken bij, bij Congo. Dus voor de mensen die niet weten, je bent Congolees. Uh -huh. um, en ik merkte ook, dat komt niet alleen terug in de muziek, maar je bent ook veel bezig met. Met Congo. En op een bepaald moment ben ik eens in het Tervurenmuseum Museum geweest en daar heb ik een hologram van hem gezien. Oe, 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 oe is dat, hoe heb je dat gefixt? Wat? Uh, ja, dat was uh, via eigenlijk uh, hoe heb ik dat gefixt? Dat was, ze, had, ze hadden een project en een goede vriendin van mij eigenlijk, ja. uh, Primozen Tumba. Ja. Eigenlijk, uh, dat, je misschien, dat jullie misschien ook kennen of niet? Ja, ja ik heb er uh, al van uh, gehoord zeker. Ja, sowieso, de parlementaire assistenten ja. van Brussels. Uh, Bik op aan haar trouwens, primrose. Uh, dus het uh, is vier ze, ze werkten daar eigenlijk vroeger mm -hmm. en ze, ze organiseerden dus een event. Waar dat ze wouden, dus eigenlijk geen event, maar een project eigenlijk, waar dat ze wouden dat verschillende mensen van de Afrikaanse diaspora uh, hun eigenlijk, in, uh, allee, omtrent verschillende topics, hun ervaring daarover uh, uitleggen. Mm -hmm. Dus zijn er bijvoorbeeld de dood, zijn er bijvoorbeeld uh, trouwen, zijn er bijvoorbeeld... Uh, de, de verandering van, van je levensfase van, van jong naar volwassen, bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, uh. Allerlei zo'n zaken. En dus voilà, ik werd dan uitgenodigd, en ik moest dan over bepaalde topics praten. Over. Um, ik weet het is al een tijdje geleden. Het is echt al lang geleden. Het is al lang het een, geleden, maar ik was uh, Met de plet. Ja, 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 ja Er waren verschillende topics. Ik, ik weet niet meer wat ik zei allemaal. exact, Maar, maar ja, dat was, was wel een, een leuke ervaring. Um, en dus ja, het, het ging vooral over, denk ik. Uh, dus inderdaad, uh, ze hadden me gevraagd de band. Allee, voor de muziek, dus, uh, de, dus de band, ja, een van de topics sorry, was uh, dus, uh, iets uh, intergenerationeel, iets dat wordt meegegeven mm -hmm. ofzo. En dan ging, heb ik het gehad over bijvoorbeeld, mijn muziek, het feit dat bijvoorbeeld mijn pa ook een, een grote muziekliefhebber is, etcetera. en dat als klein kind heeft hij mij altijd gebaat in de muziek, en dat ik zo eigenlijk die lievers heb overgekregen van hem mm -hmm. of zo. Mm -hmm. daar heb ik het over gehad. Uh, het ging dan ook over um, ah, de dood, daar herinner ik me ook nog, en dan heb ik gesproken over hoe dat we mijn opa eigenlijk... Hebben, uh, begraven uh, En heel het. Uh, ceremonie. De ceremonie. Ja, de oh, ceremonie, de, tra de traditie en zo. dat uh -huh. eigenlijk ook heel speciaal was. Um, en voor de, de mensen die dat niet weten, hoe gaat dat in zo'n werk? Hoe dat, to to toch bij, toen bij ons in onze familie was het gewoon. Dus, ja, het was niks speciaals eigenlijk. Hè? Dus mijn opa is gestorven. en uh, dus, wat de, dus we zijn eerst zijn lichaam gaan zien dus in het moritarium La Morgue, en uh, dat was al heel speciaal en dan mocht iedereen iets zeggen. En dan daarna, ik denk voor een week of twee, uh, tien dagen, tiental dagen of zo, heeft iedereen gelogeerd met mijn meter thuis. En toen okay. dus zaten ze de hele tijd samen, samen wenen, samen lachen, praten over hem. Uh, Zapte, ja, gewoon een soort goede ja, welvaart. Of alleen adieu, je En voilà. En, en dat was het eigenlijk. Ja. En dus, ik had het daarover en dan meer in de details natuurlijk dan nu, maar um, Ja, dat is een, dus een heel speciaal moment. Dat klinkt niet ja. zo triestig als hier hè. Als je nee, mensen mensen doodgaan, zijn ze dood. <laughs> dan ja, dan zijn er je, meer, meer tranen als glimlach. Als ja, sowieso, ja, sowieso, ja. sowieso. Ja. sowieso, ja. sowieso um, en dat een is, positieve momenten. Ja, denk dat eigenlijk. Ja, je, ja, zo, ja. Dat belangrijker is zo stapt en ga niet wenen om, 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 omwille van het feit dat je iemand verloren hebt. Ga blij zijn omwille van het feit dat hij een goed leven heeft gehad. Stapt, ja, he. amen. ja. En dus, um, ja, dat is inderdaad een andere um, ja, visie of zo voor de dood of hoe, dat, hoe dat je de dood moet ervaren ofzo. Maar ja, en dus voilà, ja. ga je nog geregeld terug naar Congo? Uh, nee, ja. ik, heb, ik heb de kans gehad... Uh, ik ben eigenlijk maar twee keer geweest. Okay. En dus dat was uh, als, als kind, toen ik uh, ja, tu, uh, vijf of zes jaar oud was. Ik heb amper herinneringen. Mm -mm. En dan ben ik nog eens geweest, twee jaar geleden eigenlijk. En eigenlijk dat was grappig, grappig genoeg. Dat was in het jaar dat ik ook die interview heb gedaan voor, uh, dus voor het Afrikaan Museum. Ah, Kijk, dat is echt, ja, en, en dan plus... Uh, dus, Dankzij hun heb ik dan ook deels mijn reis kunnen betalen. Oh. <laughs> ja, ja, het, 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 het Afrika Museum sponsort mijn reis van ja, iets positiefs gedaan voor Afrika. Ja, giving back to the community. Ja, voilà. zo Op die manier. Ja, nou, eigenlijk, nee, en, Ik heb zo een kleine vraag voor ja. jullie allebei. Ja, ja. Ik heb zoiets. La, ik vind uh, het concept van museum eigenlijk zo'n mm. beetje vies, in een zekere zin, omdat mm. alles wat uit een museum komt. Uit, Af uit het Afrika Museum eigenlijk, um, ja, is geplunderd geweest uit Afrika. Hoe, hoe staan jullie daar tegenover eigenlijk? Uh, hoe, jullie, hoe zien jullie dat in de zekere zin? Uh, de uh, ja, dat is een uh, goede vraag. Je trekt politiek. Nee, dat is politiek Ja, sowieso. Ik vind dat een, een, een heel moeilijk topic of zo. Het is, het is zeer dubbel, want inderdaad... Dus, um, dat is een beetje fucked up dat, dat de schilderkunsten en allee, van alle kunstwerken daar gewoon zijn of zo. Ja. Weet je? En, en, um, ja, dat is gewoon, dat is, dat is een beetje zot of zo. Maar langs de kant, ik vind het wel belangrijk dat het er is. Snap je ja. dat de mensen dat kunnen zien en dat de geschiedenis eigenlijk niet gewist wordt of zo? Snap je mm -hmm. dat, dat mensen daar bewust van worden of zo? Natuurlijk denk ik ook wel dat ze die, die kunstwerken zouden moeten terugsturen. Ja. Naar, naar waar dat ze komen en shit mm -hmm. en zo. Maar de organisaties en zo moeten er ook zijn of zo. Snap um, en ik denk dat die er, dat die er zijn, etcetera, maar dat dat nog een heel moeilijk proces is of zo. Mm. Maar, maar ja, ik weet niet, het is een, 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 ja, zoals ge, een heel moeilijke vraag. Denk ik en ik, ik, well, ik heb het is ik, een, ja, ik denk de twee. Het twee, is een de. beetje fucked, fucked up. Maar, aan de ja. andere kant, ik als klein manneke vond ik dat wel altijd leuk om daar naartoe te kunnen gaan. Omdat je daar ergens ziet, je nog wel van dit komt van bij ons. Snap je? Ja, ja, ja. ja. Het is een, denk ik een beetje dat je daar naar kijkt. Je kunt er naar kijken van oké, okay, ze hebben ons bestolen, wat ze ook gedaan hebben. Maar, ja. aan de andere kant is het voor ons. Als Afrikaan hier in België denk ik ook wel, voor mij is dat fucking mediterend als ik in het Afrika-museum rondloop. Want dat geeft mij zo'n speciaal gevoel, dat, kan ik niet, dat is moeilijk dat is om, zo, om dat ja, te vertellen. Ja, is dat is ook zo van, damn, this is my heritage, snap je? Uh -huh. En ergens ben ik ook vier dat de wereld dat kan zien. Okay, dus ja, maar het heeft levens gekost. Het heeft levens gekost. Ja, het is duwbel, inderdaad. Duwbel, want ja, het, is, het is van, van en plunderingen en shit. en Absoluut, dat is het ding, hè? Maar langs de andere kant, ik persoonlijk ben zeker niet voor cancel culture. Um, door het weg te halen, gaan we de geschiedenis ook niet meer veranderen. Nee, het moet, inderdaad, het inderdaad. Het moet zijn, zijn plaats krijgen. En inderdaad, ja, als er daar nu taksen voor moeten betaald worden, ja, let's, let's pay up, snap je? Nee. men nu dat allemaal weg en zeggen van, nee, dat is niet goed. En dat is een, kijk, hoor, nee, wat, wat er nee, gebeurd is, that. gebeurd. En dat geeft mensen ook een, 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 inzicht, of een zo. inzicht, snap je? Van, nee. oké, mm -hmm. deze shit heeft echt bestaan. Met te zeggen, als het niet gebeurd is, gaan we, gaan we, doen we de doden ook geen eer aan, vind ik. Ja. Uh -huh. Dat zou ik het zien. Um, maar goed, um, ik denk dat we er eigenlijk zijn over, uh, over een grote lijn. Mm -hmm. um, ik wil je enorm bedanken om te zijn gekomen. Ja, dank je voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Echt, ja. <laughs> ik denk dat we je ook snel gaan terugzien, zeker, uh, zeker als de, 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 de clip en alles gelanceerd is. Dus waar kunnen de mensen u, um, u vinden? Dus uh, op uh, Facebook, Instagram, uh, Mixcloud, is gewoon maar M-A-M-B-E-L-E. En dan ja, er komt ook binnenkort de YouTube-channel dus voor de, voor de clippen. Uh, uh, sowieso. En dus ja, voilà. Nice. En op voilà. Bolingo. Ja, bolingo, o, bolingo ook. Ja. Ja. <laughs> ik, ik vergeet mijn eigen radioshow. Ja, Bolingo. Op, op uh, Brus. Ja. Elke om de twee weken, de maandagavond, uh, zeker checken. Negen uur. En altijd verschillende guests, verschillende muziek. Mm -mm. En dus ah, voilà. Maar ja. dank u voor de uitnodiging, guys. Echt, hey, uh, welcome, bro. Nice. Je hebt het hier Bye. eerst gehoord. Uh, dit was GNZB. Ik ben Moes. Marvin. Mambele. Salut. Tot snel.